Ik ben Jolande Bakker. Samen met mijn partner hebben wij hier sinds 1996 een bloementaak overgenomen. En we werken en zowel voor de particuliere als voor de zakelijke klant. Wij werken met een team, vaste medewerkers. Soms is het werk een beetje te veel en hebben we extra handjes nodig. En dan probeer ik oproepkrachten daarvoor te regelen. En daar zou ik graag wat meer informatie over willen hebben, hoe ik dat het beste kan regelen. Dit is wel begonnen als bloemenzaak, maar wij hadden in het verleden een bloemenzaak en een zaak met woondecoraties. En uiteindelijk zijn we hier in Vught terechtgekomen en gekozen voor de grote oppervlakte. En daarin kan en zowel het bloemengedeelte als het woondecoratiegedeelte kan prima natuurlijk tot z'n recht komen. Klanten zijn zowel particulier, dat is met name natuurlijk wat er in de winkel komt. Voor particulieren kijken we ook wel thuis met inrichten van de woning en adviezen op grond van foto's. Daarnaast hebben we heel veel bedrijven waar we voor werken. Met name natuurlijk de balies die dan voorkomen, daar hebben we een aantal leuke klanten van. Er zijn veel van die momenten die je niet van tevoren kunt plannen en waar je toch wel graag iemand erbij wil hebben. Wij werken hier met een vast team van 4 medewerkers. Het kan zomaar voorkomen dat er een bedrijf belt of een ander zegt van ik wil nu en binnen een uur 20 boeketten hebben. Of kunnen jullie morgen iets aankleden voor mij, maar dan moeten dus mensen, mijn vaste team, moet daar dan die dag mee bezig zijn. En dan zou ik wat extra handjes kunnen gebruiken voor in de winkel. Er zijn mensen die ons kunnen helpen op allerlei momenten dat we dat graag zouden willen. Alleen heb ik niet iedere keer voor het voldoende aantal uren, voor 3 uur, werk voor die mensen. Soms is het maar voor 2 uur, soms is het voor 1,5 uur. En dan zit ik met hoe we de contracten in moeten kleden. Hoi Jolanda. Nou, bedankt voor je vragen die je aan ons hebt voorgelegd omtrent de problematiek van personeelsaanname. Ja. Als je zegt van ik heb piekmomenten, zeker. Hoe ga ik daarmee om? Nou, er zijn verschillende mogelijkheden om een oproepkracht bijvoorbeeld in te zetten als je tijdelijk iemand nodig hebt. Mm-hmm. Dat zou kunnen door bijvoorbeeld gebruik te maken van een oproepcontract met een voorovereenkomst. Mm-hmm. En er zijn nulurencontracten. En er zijn min-max-contracten. Ja, min-max heb ik wel eens meegewerkt met andere medewerkers. Dat is wel een oplossing, maar niet voor die piekmomenten eigenlijk. Nee, nou, je hebt het verschil tussen die andere twee opties die over zijn. Een nul-urencontract, dat is dan voor de medewerker wellicht niet altijd even prettig. Maar voor jou wel, omdat je het voordeel hebt dat ze dan moeten komen bij de oproep die je uitzet. Okay. En een oproepcontract met een voorovereenkomst, dan kan de medewerker ook zeggen van nou sorry, ik kan vandaag niet, kom mij niet uit. Mm-hmm. Dus dat is de vraag wat je voor jezelf het meest prettige werkt daarin. En wat zou je daarin aanraden? Nou ja, ik denk wat voor jezelf, tegen wat voor problemen je aanloopt natuurlijk. Als iemand vaak nee zegt, ja, dan kom jij nog niet uit met je werk. En dat is even de afweging waardoor je zegt van nou, ik bied dit of dat contract daarvoor aan. Ja, ja. Heb je voldoende vrijwilligers die je op kunt roepen, dan zal dat probleem niet zijn. Okay. En zit ik dan nog met het aantal uren dat mensen moeten werken? Is dat bijvoorbeeld iets van 3 uur? Ja, dat klopt. Nou, dat 3 uur, dat is vaak het doorbetalingsprobleem. Dat als mensen bijvoorbeeld maar voor 1 uur worden opgeroepen, dat je toch verplicht bent om 3 uur door te betalen, ja, aan loon. Ja, dat is afhankelijk van een aantal factoren. Dus dat ligt aan het soort contract wat je hebt of specifieke voorwaarden die je misschien opstelt. Dus laat je daarover goed adviseren door bijvoorbeeld een arbeidsdeskundige. Ja. Er zijn dus wel een aantal opties, een aantal mogelijkheden. Die ga ik verder uitwerken, verder uitzoeken nog. De vraag is alleen of het voor onze situatie, onze piekmomenten, de oplossing is. Maar ik hoop het wel.